Patrick, leuk dat je er bent. Waarom ben je naar het Denk Groter debat gekomen? Ik vind studenten altijd buitengewoon inspirerend, dus ik hoop zeker wat van ze te leren. En wat wil jij dan precies meegeven aan de studenten als BNN-voorzitter zijnde? Nou ja, wij bij BNN zijn toch altijd bezig met het inspireren van jongeren, het amuseren van jongeren en we willen ze ook informeren. Nou, en dat is een beetje wat ik hier ga proberen te doen. En wat hoop jij van de studenten terug te krijgen? Ik hoop dat ik heel veel inspiratie terugkrijg en ideeën. En zij vertegenwoordigen natuurlijk de jonge generatie. Zij zijn de toekomst. Dus ik hoop wat van de toekomst te proeven. Oké. En als we het over de toekomst hebben, waar denk jij dat BNN over een jaartje of 5 à 10 zal staan? Over een jaartje of 5 of 10, dan denk ik dat wij dus echt helemaal gefuseerd zijn met de VARA. Mm-hmm. En dan hebben we 1 mooi mediabedrijf met 2 merken, het VARA-merk en het BNN-merk. En ja, BNN is niet het doel, maar wat het wel is dat wij ervoor willen zorgen dat er altijd jongerenprogrammering is bij de publieke omroep. Zowel op tv, radio en internet. En ja, wij gaan ervoor zorgen dat jongeren hun stem hebben en houden in het medialandschap. Ja, want de huidige garde van BNN is natuurlijk een beetje ouder aan het worden. Hebben allemaal al wat kinderen. En hoe gaan jullie daar dan mee om als jongerenomroep? Volgens mij heeft Geraldine nog geen kinderen. Ja, helaas. Volgens mij heeft Valerio nog geen kinderen. Volgens mij heeft Tim Hofman ook... Dat is een nieuwe garde. Ja, weet je wel. Dus er zijn genoeg nieuwe mensen. En wat wij met BNN natuurlijk... Ik weet waar je naartoe wil. We hebben ook Sophie en we hebben ook mezelf. Mm-hmm. Maar je moet zorgen dat je bij BNN ook in balans bent. Oh, ja. Je moet zowel de wat oudere jongeren aanspreken als de jonge garde. En ja, die doorstroming moet er ook altijd zijn. En ik denk dat dat bij BNN nog altijd een juist evenwicht is. Gaan we jou ook vaker terugzien op televisie als presentator? Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik ben nu redelijk veel te zien als presentator. En soms weer wat minder. Maar ik maak gelukkig nog altijd met heel veel liefde mijn programma's. En ik krijg ook nog alle kansen bij BNN, dus ik blijf mijn best doen. Nou, dan vind ik het mooi om af te sluiten. Dankjewel. Maar ja, ik kan best programma's maken, maar het wordt natuurlijk nooit zo mooi als dit. Hè? Ik bedoel, dat weet je. Dat complimentje kan ik in mijn zak steken. Dankjewel. Dankjewel, Bart.